Dit project hier in Overdiepspoor is ervoor om de waterstanden in de Bergse Maas te verlagen op het moment dat er extreem hoog water is. En zo het stedelijk gebied rondom Den Bosch te beschermen. Hoe doen we dat? Dat is door de huidige dijk langs de Bergse Maas te verlagen met ongeveer 2,5 meter. Waardoor bij die extreem hoge waterstanden het water ook de polder in kan stromen. Daarvoor moeten we wel ook aan de zuidkant een nieuwe dijk bouwen die het achterland weer beschermt. Op dit moment zijn er 17 boerderijen in deze polder. En die zouden onder water komen te staan als het water door de polder stroomt. Dus daarom worden er terpen gebouwd waarop acht van deze boerderijen herbouwd worden. En de andere boerderijen worden verplaatst naar elders in Nederland. De bewoners die hebben zelf het plan bedacht om de boerderijen op terpen te gaan zetten. En zij zijn daarmee naar de provincie gegaan op dat moment. En de provincie heeft ze vanaf dat moment eigenlijk bij alles betrokken, bij alle plannen die er gemaakt zijn. Degenen die in de polder blijven wonen en werken, daarvan kan je merken dat ze nauw betrokken zijn bij de aanleg van hun terp. Dat is toch hun plekje waar ze straks gaan wonen. Je merkt dat ze regelmatig even komen kijken en ook vragen stellen aan de uitvoerder. Want ja, het is tenslotte toch straks hun plek en ze willen ook natuurlijk weten dat het allemaal goed is. Burgers hebben soms behoefte aan contact met een bestuurder en dat probeer ik dan in te vullen. Ze kunnen bellen, ze kunnen e-mailen, ze kunnen me staande houden als ik door de polder rij om hun vragen te beantwoorden en soms om iets voor hun te doen. Ja, als je het hebt over de bewoners en de aannemer, dat gaat gewoon hartstikke goed. De bewoners weten de aannemer te vinden op het moment dat er iets aan de hand is. De aannemer die informeert de bewoners op een goede manier. Dus daar zijn we heel tevreden over. Op het moment dat een bewoner een klacht heeft, dan gaat hij als eerste naar de aannemer. En de aannemer die probeert het op te lossen. Als dat niet naar tevredenheid is van de bewoner of als het om een andere reden niet door de aannemer opgelost kan worden, dan komt het waterschap in beeld. Onze omgevingsmanager heeft ook persoonlijk contact met deze mensen om de grote lijnen van het verloop van het project te bespreken. Daarnaast hebben we nog een nieuwsbrief, die hebben we de polderfolder genoemd. Die sturen we elke week rond waarin we vertellen wat we de komende week, dan wel de weken, gaan doen. Het belangrijkste is, je bent er om te luisteren en je bent er om, als het nodig is, voor een beetje smeerolie te zorgen in het proces. De bewoners hebben met een aannemer te maken, de bewoners hebben met bezoekers te maken, de bewoners hebben met het waterschap te maken. De bewoners hebben vooral te maken met hun toekomstbeeld. En daarover zijn allerlei onzekerheden, want het is nogal een verandering voor de bewoners. En je probeert die onzekerheden weg te nemen.